In het kort. Bij Coca-Cola communisme was nog even de vraag hoe het toch in godsnaam mogelijk is dat al die multinationals meedoen aan die woke agenda. En niet alleen klimaat, waar ze al langer mee bezig zijn, maar ook de hele queer agenda, want vergeet al die andere letters maar van de LGBTQ+. Uiteindelijk wordt het queer, dus dat is alles behalve normaal. Per definitie. Het is marxisme. En dan naar de inclusiviteit, diversiteit. En het klinkt allemaal goed totdat je weet wat zij daarmee bedoelen. Hoe komt het dat ze daar achteraan lopen? Massaal. Want het is niet goed voor je aandeel. Het gewone volk pruimt dit niet. Dat ze bijvoorbeeld bij Target nu badpakjes kunnen vinden voor jongens. Tenminste, er is iets veel te ruimte bij dat kruis dan nodig is voor meisjes. En zo hangt er bij Target van alles. En daar zijn filmpjes over gemaakt. Nou, dat zal ze geen goed doen qua klanten. En we hebben Bud Light gehad. Dat met zo'n influencer, zo'n trafo, Dylan Mulvaney, geloof ik. En dat bier wordt niet meer gedronken. Maar goed, het is een groot concern, AB InBev, met een hoofdkwartier in België. Dus ze hangen niet alleen aan Bush, niet alleen aan Bud Light, maar ze hangen dus ook aan andere merken, zoals bijvoorbeeld Leffe en Hoegaarden. Maar het zit er gewoon naar bier drinken natuurlijk nooit. Die ziet alleen, oh, dit is mijn merk, Leffe. Heel erg jammer, want je moet ze als geheel multinational moet je ze aanpakken. Hoe kan het dat aandeelhouders hier akkoord mee gaan? Nou, het zijn eigenlijk die bankiersfamilies, de grote aandeelhouders, die jaarlijks naar Davos vliegen met de CEO's van diezelfde multinationals. Die CEO's die krijgen daar de instructies van hoe het allemaal verder moet. Naar wie ze moeten luisteren. Nog even luisteren naar Greta Thunberg die daar is. Of Rutger Bergman. En dan gaat de muziek lopen. Dan doen ze dus een cursus van Robin DiAngelo. Dan weten ze na afloop, iedereen van het topmanagement, hoe racistisch ze werkelijk zijn. Ook al zeggen ze dat niet. Maakt allemaal niet uit. En dan gaat de muziek verder. En dan krijg je dit soort dwaze acties. Dan keldert de omzet. Dan keldert het aandeelprijs. En daar pakt de grote aandeelhouders zijn winst. Want je kunt speculeren op een dalend aandeel. Hoe leuk is dat? Ja. Dat had dus nooit moeten bestaan. Dat je kunt speculeren op de ondergang van een ander bedrijf. Maar goed, wie heeft het erin gebakken? Hè? Het probleem is niet zozeer dat criminelen de wet overtreden. Het probleem is dat criminelen de wet schrijven. En dat is gebeurd. Vandaar. En ondertussen glijdt het pensioenfonds, het geld wat daarin zit, en alles wat jij hebt lopen via de bank. Misschien heb je wel een aandelenfonds of zit je hypotheek in een aandelenconstructie. Dat schuift naar beneden, want dat is niet op de hoogte. Dat reageert traag op de ontwikkelingen en zit niet jaarlijks in Davos. Dus de bankiersfamilies, die spinnen hier garen bij. Net als na de slag bij Waterloo. Met de familie Rothschild. Nou, dit heb ik dus weer van James Lindsay. Dus dit zal het zijn. Als CEO van zo'n multinational zit je aardig klem. Want je kunt wel zeggen van, nee, we gaan die koers niet. We hebben de verplichting volgens de wet in Amerika, om de hoogste winst voor aandeelhouders te bereiken. Dus dat moet wel.
Ja, nou, er is nog een wet die loopt. En die wordt in Davos geschreven. En daar moet je als CEO aan voldoen. Dus als het even mee zit, dan stapt één of er stappen meer van die CEO's een keer naar voren om te zeggen, dit is corporate suicide voor mijzelf als CEO, want ik kan natuurlijk nooit meer terug, want dan ben ik geen teamspeler meer. Maar ik zal u eens even vertellen hoe dit hele spel in elkaar is gedraaid, hoe het is gelopen en hoe het is gekomen dat wij nu met ons biermerk, niet het hele concern, maar het merk, dat we zo naar de haaien zijn gegaan. Nou, op het moment dat dat gebeurt, is er een openingetje om een keer schoon schip te maken en die hele marxistische golf van het Coca-Cola-communisme de nek om te draaien. In de tussentijd, koop bij vrienden, zo min mogelijk bij die multinationals, stuur ze af en toe eens een keertje een briefje om even te laten merken wat jij ervan vindt. En, dat is het. Popcorn erbij en kijk maar hoe dat loopt. Bedankt voor het kijken. En blijf zelf nadenken. Geloof niks. Onderzoek het zelf. Hè.